I think the most important thing that I think should change is having groups within the community. I think we should just be together in this. We are in this together. Wij willen als queer gemeenschap geaccepteerd worden van buitenaf. Maar binnen de community moeten er ook best wel wat dingen veranderen. Want heel veel, ja, als ik het dan letters mag noemen, hebben we gewoon geen respect voor elkaar. We weten nog niet wat die letter betekent, zeg maar. Ja. Het is toch bizar dat genderneutraal was in 2017 of 18 of zo het meest irritante woord van het jaar. En dat laat gewoon zien hoe vervelend mensen dit gesprek vinden. Van, oh, maar we toiletten en paspoorten en bla bla bla. Maar het zijn wel dingen die ervoor zorgen dat het leven voor sommige mensen gewoon, ja, je wordt niet gevalideerd in je identiteit. Dus het is wel belangrijk. De X die nog op het paspoort moet komen, moet er nog komen. Die is er nog niet. Moet je eerst voor naar de rechtbank. Dan moet je dus aan iemand gaan vertellen die je nog nooit gezien hebt in je leven in een publiekelijke uitspraak, dat jij je anders voelt. Dan moet je door het gras, dan moet je dat gaan doen. Hoe erg is dat? Dat jij dus niet zelf mag bepalen wie jij bent. Ik denk dat dat het grootste goed is wat we kunnen winnen. En wat ik heel heftig vind onder, zeg maar, de transpersonen, is dat er zoveel suicidaliteit is. Zeg maar, de transjongens die zijn overleden, waarvan ik dat, die kan ik niet meer op mijn handen tellen, zeg maar. Als transpersoon heb je vaak die worsteling met jezelf als eerste en die is al heel erg zwaar. En die worsteling die zal sowieso zijn, want je hebt die incongruentie tussen vaak fysiek en mentaal. Dus dat, die strijd die heb je al. En dan krijg je daarna vaak toch nog te maken met de strijd vanaf buiten. En ik denk dat die combinatie echt wel heel erg giftig is voor mensen. Dus ik denk dat dat extra benadrukt waarom het zo belangrijk is dat je mensen in je omgeving hebt die jou kunnen steunen. Want die strijd met jezelf die heb je sowieso. Je hebt echt geen baat bij nog strijd met je omgeving. De grootste strijd is acceptatie van de verschillende culturen, die verschillende gedachten van hoe de seksualiteit en hoe dat door elkaar heen gaat. Verlangen om elkaar beter te begrijpen. En ik denk helaas, zoals de maatschappij soms is, dat dat een hele lange strijd wordt. Dat is niet zomaar opgelost. Ja, ik zou dus echt zo'n drastische verandering willen zien in schelden met het woord homo. Want door dat te normaliseren en dat in stand te houden, blijven we altijd homo associëren met iets negatiefs. Of dat iets gay zou zijn, omdat iemand een beetje, weet ik veel, zwakker overkomt of zo. En ik merk dat toch wel soms bij mijn eigen hetero vrienden in die vriendenkring. En ik probeer er ook altijd wat van te zeggen. Want het is zo normaal dat ze het zelf niet eens doorhebben en dat ze zelf ook niet erg in hebben. En dat het ook heus wel mensen zijn die gewoon homoseksualiteit accepteren. Maar dan toch soms dat daar grapjes over maken nog. Maar dat is misschien net als met vrouwenvriendelijke grappen. Het is heel lastig wel om dat eruit te krijgen. Want ergens, heus, kan ik er ook soms wel om lachen. En natuurlijk, we mogen ook grapjes maken over dingen. En het is ook heel dun, hoe die lijn is gewoon ook heel dun. Wanneer iets wel oké is en wanneer niet. Ik merk nog steeds, als ik in een hetero omgeving ben, dat ik me af en toe nog heel erg moet bewijzen. Laatst was er iemand die zei van, ja, drag queens. Ik had er eigenlijk vroeger een beetje een beeld bij dat het wat viezig is. Viezig. En de viezig? Hoezo viezig? Weet je, van ja, een beetje travestie, weet je, dat je dat doet voor een kick. En ik zeg van, nou, is dat per se viezig? Weet je, ieder toch zijn eigen ding. Maar zo denken nog best wel veel mensen. En natuurlijk is dat nu wel veranderd in de afgelopen jaren. Maar de oudere generatie, die denkt er waarschijnlijk nog steeds zo over. En die generatie moet natuurlijk ook overtuigen dat het niks viezigs is. Welke strijd er nu te leveren is nou dat, voor mij zou het zijn als je ziet dat mensen gewoon werk hebben in alle sectoren. En dat je kleur, dat je racisme, dat je gender niet uitmaakt, je seksualiteit niet uitmaakt, weet je. Dat je gewoon kan gaan en solliciteren en niet steeds dat je met allerlei excuses wordt wegverdoezeld, weet je. En ja, dan zou het voor mij, dan zou het zijn van oké, we're getting there.